Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe video op Banjo Movies. Je kan veel zeggen, maar het is een speciale video. Vorige week was roken versus 50 en toen zei ik dit. Laten we afspreken dat bij 5000 groene duimpjes ik binnenkort terug ben met een nieuwe versus 50. Binnen 24 uur waren er 5000 groene duimpjes. Sterker nog, volgens mij heeft het nu al bijna 10.000 groene duimpjes. En ik ben een man van mijn woord, dus ik heb nagedacht over wat jullie nodig hebben. En heel veel mensen zullen dit wel herkennen, dat er een meisje van je school naar je toe komt, een jongen naar je toe komt, je baas naar je toe komt, je docent naar je toe komt. Dat er iemand naar je toe komt om met je af te spreken. Alleen je hebt er totaal geen zin in. Nou, gefeliciteerd, hier zijn 50 smoesjes om niet af te spreken. Laten we beginnen. Ik kan niet met je afspreken, want ik ben bang voor borsten. Ik weet niet hoe ik mijn veters moet strikken. Sorry, mijn gedachten liggen gewoon ergens anders. Vannacht is mijn Charizard opgenomen in het Pokécentrum. Oeh, jezus, ik heb al een date met je zus vanavond. Sorry, hè, dit is ongemakkelijk. Hé, doei. Ik moet het gas nog boenen. Ik ben een beetje emotioneel door de scheiding van Sylvie en Raphaël van de vaart. Sorry, ik ben een homo met je vader. Ik ga vanavond heel veel ijzer eten, want word je ijzer sterk. Jammer. Ik wil niet. Ik heb geen zin. Ik heb al andere plannen. Ah, jezus. De Champions League is vanavond op. Sorry. Ik kan niet chillen, want Somalische piraten hebben al mijn geld meegenomen. Kutleven. Ik moet de wc in nog brood geven. Ho! Ik, koning Woolly Woolly, hoef met niemand af te spreken. Ik heb geen afspraak nodig om af te kunnen spreken. Ik kan niet, want er ligt een octopus in mijn badkuip. Ik kan niet, sorry, want mijn fietsbel is kapot. En zonder fietsbel ga ik niet fietsen. Dat is gewoon onverantwoord, onveilig, alsjeblieft. Ho! Ik kan niet met jou afspreken. Ik heb namelijk een prinses die ik van de draak moet redden. Eigenlijk niet, ik moet gewoon naar huis. Ik moet het huis schoonmaken. Sorry, ik heb een drukke agenda. Nou, ik kan wel onzichtbaar aanwezig zijn. Zonder ook maar een woord te zeggen, merk je niks van mij en ik ben er toch. Onzichtbaar. Mijn schoenen zijn ziek. Mijn toekomstige dagboek mist 4 bladzijden. Dus als ik die niet vind, mis ik 4 dagen uit mijn leven. Mijn moeder is in één keer een half paard geworden. Het onderste is helemaal een paard. Dus ik moet nu hooi gaan kopen en een paardenstal maken. Omdat ze anders niet meer kan leven. Ik ben bang dat mannen Harry meer in elkaar komt meppen. Ik ga vanavond een kokosnoot BH maken. Alleen daarvoor moet ik eerst de magische palmboomzaadjes vinden. En de buik van de dode ijsbeer Knoet. Pittig klusje. Sorry, mijn fiets heeft een lek stuur. Oh nee, ik kan niet, want ja, ik ben er net verkracht. Mijn hond is weggelopen en ik moet nu mijn broertje gaan steunen. Mijn broertje is weggelopen en ik moet nu de hond gaan steunen. Sorry, ik heb heel veel hoofdpijn. Er waren namelijk een paar kutkinderen die zaten alleen maar Main Street te luisteren. Eén iemand die niet kan zingen is wel erg. Laat staan 4 mensen die niet kunnen zingen. Oh mijn god, dat doet pijn. Ik kan niet, want morgen komt Justin Bieber naar Nederland. Yes, en ik wil er als eerste zijn om hem even flink op zijn bek te mappen. Ik kan niet, want ik heb Michael Jackson's neus gevonden. En die moet ik terug gaan brengen naar waar Michael Jackson nu begraven is. Snap je? Als ik jou zou vertellen waarom ik niet kan, dan zou ik je moeten vermoorden. Mijn kwaadaardige Aziatische tweelingbroer wil mijn kat op gaan eten. Alleen ik ga daar een stokje voor steken. Snap je? Een stokje voor steken. Aziaten eten met stokjes. Oké. Laat maar. Ik kan niet afspreken, want mijn voorhuid zit vast in de rits van mijn broek. Alicia Keys is on fire en iemand moet haar gaan blussen. Alleen aangezien Bob de Bouw niet kan, ben ik de aangewezen persoon om haar te gaan blussen. Oh mijn god, waarom doe ik het ook? Ik kan niet, want ik moet slapen naar Sesamstraat. Maar natuurlijk lijkt het me leuk om af te spreken. Oh, wacht, mijn moeder belt. Yo, mam. Een helikopter op ons huis gecrashed. Oh, god. Ik kom eraan. Wacht op mij. Sorry, ik ga vanavond naar de lokale slooplekken. Want het schijnt dat Miley Cyrus weer naakt op een wrecking ball zit. Wat een meid. Ik kan niet, want ik moet de luier van mijn baby Snorlax nog verschonen. Jongens, wie heeft er 2 duimen en geen zin om af te spreken? Deze man. Waarom ik niet wil afspreken? Nou, omdat ik wel wat beters te doen heb. Ik ga vanavond al baby zitten. Ik heb vanavond al een rechtszaak omdat ik op een baby ben gaan zitten. Vanavond ga ik al naar de stomerij toe omdat ik op een baby ben gaan zitten. Dat geeft een rommel, zeg. Woe! Mijn horloge is stuk en zonder de tijd kan ik onmogelijk afspreken. Sorry. Ah, ik heb vanavond al een goochelcursus. Sorry. Mijn telefoon is bijna op. Ik kan vanavond niet, want Harry Styles belde me even op. Zo van, yo kerel, kom je even langs om mijn haar te checken? Ik zei, ja, is cool en ik ga ook direct even kijken of er schaamluis in zit. Zo ben ik ook wel weer. Ja! Dat waren ze alle 50 voor deze week. Geef vooral een groen duimpje. Laat ik deze keer de lat wat hoger leggen. Bij 10.000 groene duimpjes ben ik er heel snel weer met een nieuwe verse 50. Deel deze video met al je vrienden en vriendinnen. Zodat niemand ooit een afspraak hoeft te maken. Stuur deze video door naar 50 mensen. En je kan gaan chillen met 50 mensen. Hoewel, dan moet je een afspraak maken met je hele klas om te gaan chillen. En dan gaat iedereen dezelfde smoes gebruiken. Oké. Je snapt wel wat ik bedoel, hoop ik. Deel hem via Twitter of deel hem via Facebook. Stuur hem door naar die ene persoon die altijd maar die afspraak maakt en nooit nee kan zeggen. Of stuur hem door naar die ene persoon die nooit een afspraak maakt, zodat hij echt nooit meer een afspraak hoeft te maken. Je kan best wel iemands leven verpesten met een smoes. Dus bedankt voor het delen van deze video met al je vrienden. Geef vooral een groen duimpje bij de 10.000 ben ik er weer. En vergeet hem vooral niet te abonneren op mij. Dat doe je hier beneden door op abonneren te klikken. Als je dat doet, krijg je altijd een video-update van mij. Ik ben elke zondag terug op YouTube met een nieuwe video.
video. Check je dus. Bedankt voor het delen, abonneren en het groene duimpje. Zometeen zie je allemaal video's, die zijn klikbaar. Gasten, ik check jullie later!